Tijdens de St. Jukemarkt was er dit jaar ook volop aandacht voor de vrijwilligers. 2011 is het jaar van de vrijwilliger en jullie hebben een actie op touw gezet met de naam Doe Jij Het. Doet u het al? Ja hoor, s'morgens, middags, s'avonds en soms s'nachts. Hoe bent u op, dat, op die ludieke actie gekomen? Ja, nou, we wilden natuurlijk een beetje prikkelend mensen uitdagen om naar onze nieuwe website toe te gaan, doejijhet.nl. En via die website komen mensen in aanraking met alles wat er te doen is op het terrein van vrijwilligerswerk in deze mooie gemeente Sittard-Geleen. Moet je vrijwilligerswerk wel eigenlijk promoten? Moet je dat niet eigenlijk gewoon doen? Ja, je moet het gewoon doen. Maar we moeten er ook iedere keer ons bewust van zijn dat we mensen nodig hebben om onze verenigingen, instellingen, instituties te laten draaien. Dat draait allemaal op vrijwilligers. En vrijwilligerswerk is natuurlijk toch nog altijd het cement in onze mooie samenleving. Hoe gaat u dat proberen te doen om mensen warm te laten draaien voor vrijwilligerswerk? Nou, dus door mee in contact te brengen. Hier met St. Joep, er lopen tienduizenden mensen hier rond. En we proberen ze natuurlijk allemaal eventjes in het zonnetje te zetten op het moment dat ze zeggen van dat ze vrijwilliger zijn. Maar op die manier proberen we mensen ook te overtuigen dat ze misschien in hun eigen omgeving moeten gaan kijken. Waar ze ook een spaarzaam uurtje wat ze vrij hebben dan toch in het vrijwilligerswerk kunnen steken. De actie die loopt al een aantal maanden, want het hele jaar is het jaar van de vrijwilliger. Wat merkt u van reacties? Nou, we krijgen heel veel positieve reacties. We hebben het jaar, in januari zijn we het jaar gestart met honderden mensen in de grote circus tent. Geweldig veel enthousiasme. Dus ik ben ook hartstikke blij met alle vrijwilligers die we hebben. Die moeten we ook blijven houden in onze stad. Maar we hebben nieuwe mensen nodig. Jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen. Iedereen die wat bij kan dragen aan onze samenleving, moet dat ook vooral doen. Dan houden we het ook leuk met elkaar. Brenda, hoe doen jullie dat precies, die ondersteuning bieden aan de gemeente? Nou, we hebben ook onder andere een werkgroep opgericht en een lokaal comité. En de werkgroep bestaat allemaal verschillende soorten samenwerkingspartners. Allemaal vrijwilligersorganisaties of degenen die met cultuur hebben te maken. En daar zetten we ook allerlei activiteiten op. Zoals vandaag, die in het teken staan van het EUV. Waarbij de mensen echt willen gaan waarderen aan het vrijwilligerswerk in een zonnetje willen gaan zetten. Gebeurt dat dan nog te weinig dat de vrijwilliger gewaardeerd wordt? Het kan nooit genoeg zijn, zeg maar. Ik vind echt altijd dat je mensen moet waarderen voor wat je doet. En het is ook heel bijzonder wat de mensen allemaal gewoon voor de maatschappij doen. Dat mogen we zeker waarderen, ja. Ja. Wat voor voorbeelden kom jij tegen? Wat hoor jij van mensen wat ze allemaal doen? Het kan echt heel uiteenlopend zijn van jongeren die vrijwilligerswerk op een festival doen. Tot mensen die bij een bejaardentehuis ook activiteiten met de mensen gaan doen of ze verzorgen. Het kan echt heel uiteenlopend zijn van tot met dierenwerken, tot met cultuur, tot evenementen. Heel breed, ja. Delegeert u zelf alleen maar of steekt u zelf ook de handen uit de mouwen? Nee, ik steek ook de handen uit de mouwen. Ik ga ook nu aan de slag samen met alle mensen die hier in de stand staan. Samen met de mensen van het theaternetwerk van Pergamijn gaan we de mensen een hart onder de riem steken. En ja, ik zeg altijd, ik werk 40 uur de week voor de gemeente Sittard-Geleen. En die andere 40 uur werk ik ook voor de gemeente Sittard-Geleen. Maar doe ik dat als vrijwilliger. In de loop van het jaar vinden nog meer activiteiten plaats in het kader van het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Dat gebeurt onder andere op 7 mei tijdens Mama's Pride in Geleen. Uiteraard komen we hier te zijner tijd uitgebreid op terug. Voor meer informatie over het Europees Jaar van de Vrijwilliger kunt u kijken op www.doejijhet.nl. In het kader van NL Doet gingen ook in woonbegeleidingscentrum Hoogveld vrijwilligers aan het werk en weliswaar in de keuken. Mevrouw, wat van werk doet u vandaag op NL Doet? Ik ben vandaag aan het koken hier bij het WBC. En waarom heeft u gekozen om juist hier vrijwilligerswerk te komen doen? Omdat dit me wel aansprak. Spreekt dus u aan hieraan? Ik vind koken leuk en om voor de mensen slechts plaats te maken. Waarom vind je het belangrijk sowieso dat er vrijwilligerswerk wordt gedaan? Omdat er overal te weinig personeel is. En vrijwilligers zijn heel belangrijk. Maar kunnen vrijwilligers dat tekort aan personeel dan opvullen? Nee, dat kunnen ze niet. Maar ze kunnen wel heel belangrijke dingen doen die er anders blijven liggen. Zoals? Wat extra's doen voor de mensen. Koken, ergens naartoe gaan samen met een cliënt. Gewoon de extra dingen allemaal. Wat voor reacties krijgt u van, ja, in dit geval de bewoners hier, waarderen ze het dat u de hand uit de mouwen steekt? Ik vind het heel leuk dat er voor hun gekookt wordt, iets extra's gedaan wordt. Wat schaft de pot vandaag? Indiase curry. Met ijs toe.
En vorig jaar hebben we nog gemaakt een wrap. Meneer Pools, u doet ook vandaag vrijwilligerswerk. U bent ook een koker. Ik vraag me af, kookt u normaal ook wel eens? Ik moet er heel eerlijk in zijn, zelden. Maar ik help mijn vrouw vandaag met het koken dus. Ik krijg de instructies van mevrouw, ja. Waarom vindt u het belangrijk om dat vandaag te doen? Nou, ik vind het heel belangrijk dat vrijwilligers ondersteunen bij de beroepsorganisatie. Het is gewoon vaak onvoldoende dat met personeel, dat je die dingen allemaal gedaan kunt krijgen. Dus daar moet je vrijwilligerswerk doen. Dus, en vandaag is het dan eenmalig, maar we hebben in deze organisatie gelukkig meer dan 400 vrijwilligers die wekelijks ons ondersteunen bij SGL. Dus, ja. Nu heeft u, zeg ik maar even, zo'n goed hart om dat vrijwilligerswerk te doen. Er zijn ook een heleboel mensen die denken, ja, waarom moet ik vrijwilligerswerk gaan doen? Draagt zo'n heel klein steentje wat ik doe dan wel bij aan dat grotere geheel? Wat vindt u van die opvatting? Volgens mij is die niet juist. Er zijn al heel veel mensen die heel veel vrijwilligerswerk doen. En we merken dat er nog steeds meer mensen zijn die ons komen ondersteunen. Zowel in SGL-organisaties, maar ook in andere zorg- en welzijnsorganisaties zie je dat er steeds meer vrijwilligers komen. Dus dat is een hele goede zaak. Ja. Nu is het dit jaar 2011 is het jaar van de vrijwilliger, het Europese jaar van de vrijwilliger. Ben u van plan om nog vaker vrijwilligerswerk te gaan doen? Nou, er zijn wel plannen, ook in onze organisatie. We hebben als SGL komend jaar de waterdagen voor het Europees jaar voor de vrijwilliger. Ook daar zullen wij ondersteuning bieden. En dan zullen we ook de vrijwilligers nog eens een keer in het zonnetje gaan zetten als organisatie. Ja. Gebeurt dat nog te weinig, de vrijwilligers in het zonnetje zetten? Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat elke organisatie het heel belangrijk moet vinden om vrijwilligers inderdaad ook te waarderen voor het werk wat ze doen. En dat is absoluut heel erg belangrijk. Maar vandaag is nog even lekker eten. Het ruikt al lekker. Het is jammer dat er nog geen geur-tv is, maar het ruikt hier goed. Het is uitstekend en onze gasten zitten al aan tafel. Dus wat dat betreft moeten we verder aan het werk om te zorgen dat ze goed verzorgd worden vandaag.